We gaan nogmaals naar een elektroscoop kijken. Deze maal beginnen we met een negatief geladen elektroscoop. En dan heb je dus te maken met een overschot aan elektronen. En we gaan hem nu naderen met een positief geladen staaf. En dat kan dus een glazen staaf zijn die met een zijden doek is gewreven. Nou, als dat gebeurt, als die in de buurt komt, dan gaan al die elektronen, die worden aangetrokken door die positieve lading, dus die gaan allemaal daar bovenin zitten. En de stand van de wijzers zal dan, van de lipjes, die gaan dan weer neutraal hangen, want dit is op een gegeven moment weer, of alle elektronen, het overschot aan elektronen zijn nu naar boven gegaan. Dus je hebt hier weer te maken met elektrische influentie. En let wel, geen overdracht van elektronen op dit moment. Nou, vervolgens wrijf je die staaf langs langs de bol van de elektroscoop. Elektronen zullen overspringen. En op een gegeven moment heb je alle elektronen er wel afgehaald. En dan is die eigenlijk al helemaal neutraal. Nou wrijf je nou door, of met die glazen staaf langs de elektroscoop, gaan er nog meer elektronen over. Zo. Omdat de staaf nog steeds positief geladen was. Dan haal je dus, extra elektronen van de elektroscoop af. En de elektroscoop wordt daarmee negatief geladen. En zal dus ook weer onderling afstoten, omdat hier ook een tekort is aan elektronen. Dus in deze twee situaties heb je dus wel overdracht. Van elektronen. En als je de staaf dan vervolgens weghaalt, die nog een klein beetje positief geladen is, dan hou je dus een positief geladen elektroscoop achter. Dus hier heb je een tekort aan elektronen.